Mensen, jullie moeten het aanpakken. What for story for another time? Zeg maar, ik ben celibatie op een tv. Ik zeg, wat is celibatie? Het is de avond dat wij ons leven hebben gegeven aan Christus hier in deze woonkamer. People, welkom bij onze tweede video, onze Q&A video. Jullie hebben vragen gesteld en we zullen daarop gaan antwoorden. Ja, we hebben ook eten besteld, omdat het anders zo... We kunnen dan gezellig eten terwijl we die vragen beantwoorden. Wat we kunnen doen is misschien één om één vraag, dus om de beurt. Mm-hmm. Maar degene die die vraag opleest, die moet als eerst antwoorden. Oké, okay, mijn naam is Shiro Oliveira. Ik ben... Yeah. Of ja, misschien kan ik het gewoon zeggen. Ik ben 25 jaar dus jong. En wat moet ik nog meer zeggen? Ik ben de oudste van mijn moeder, van mijn vader. Zo met meer, ja, vijf meisjes en twee jongens, als ik het goed heb. En ja, jij mag ook zeggen. En ik ben Omar Ellis. Ik ben 26 jaar, jaartjes jong. Ik ben van mijn moeders kant ben ik enig kind. En van mijn vaders kant ben ik de eerste zoon. Bestaande uit, ik denk, 7 kinderen. Ik weet niet hoeveel die man heeft gemaakt. Maar ja, ik hou het een beetje bij. Ik weet wel dat ik een van de eerste, dat ik de eerste jongen ben. En ja, dat is het zo'n beetje. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Waarom moet ik die vraag krijgen? Waarom lach je zo? Ik wilde het voor jou laten om eigenlijk eerst te antwoorden. Omdat ik weet wat het allemaal met zich meebrengt, toch? Moet ik als eerst gaan? Ja, ga maar. We hebben elkaar ontmoet via social media. Snapchat was het. En we hebben elkaar gevonden. We hebben elkaar gevolgd en we hebben elkaar uitgenodigd om een date te hebben in Rotterdam was het toen de tijd. En, een soort van date. Ja, en mijn vrouwtje, ze heeft toegestemd, ze heeft toegehaald. Dus okay. Zo hebben we elkaar ontmoet toch? Ja, als je dat zegt. Okay. We hebben elkaar leren kennen via Snapchat. Ja. En we hebben elkaar ontmoet in Rotterdam. Ja, dat is zo. Ja. Dat is en zo. Het was geen date, hè? Wat was het? Je was pas in Rotterdam en zo gezegd... Het was... Luister, ik denk dat hij Rotterdam gewoon kende hoor. Maar ik kende Rotterdam niet. Dus hij zei, ja, ik ken Rotterdam ook niet. Dus dan kunnen we Rotterdam gaan verkennen, bla bla bla. Dus jij hebben afgesproken. Dankjewel. Amen. Thank you that you decided to eat and thank you that you decided to taste. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Yes. Yeah. Ja, dus dat hebben we afgesproken. En trouwens, that's a story for another time. Kunnen jullie vaak ruzie? We zijn nu lief voor elkaar. Ja. Begin, toen pas zijn samen gaan wonen. Mm-hmm. Toen leerden we elkaar op een andere manier kennen. Ja. En waren we niet eens over bepaalde dingen. Ja. En we wisten ook niet hoe we het moesten overbrengen. Precies. Waardoor we soms ook niet daarover spraken en dan op een moment dan gewoon uitbarsten. Uitbarsten. Ja, maar we hebben in het verleden echt ruzie gemaakt, maar... Thank God. We hebben geleerd eruit. Amen. En er zijn veel wijzen. Ja, we maken niet zo. Nee, we maken geen ruzies meer. Okay. We leren met situaties om te gaan. Is ze boos? Ik trek me terug. Of zij trekt er terug. En dan wanneer we tijd hebben of wanneer we zeggen van oké, het is niet genoeg. Dan komen we weer bij elkaar. Gaan we het uitpraten. En ik heb geleerd als je kruis als de center hebt. Dan maakt niet uit wat je gaat doen. Je gaat gaan brainstormen en denken van wat is er verkeerd gegaan. Hoe is het geweest? Ben ik fout? Moet ik sorry zeggen? And you're gonna swallow that pill. Because when you have the Holy Spirit,
dan gaat hij je toch erop attenderen en je correctioneren van hey, nee, je hebt verkeerd gehandeld of je hebt verkeerd gesproken. Dus nu moet je teruggaan en sorry zeggen of nu moet je teruggaan om het goed te maken of te bespreken met haar. Hoe hebben jullie de stap genomen om te bekeren? Nou, dat is een mooie vraag. De stap genomen om te bekeren. Nou, het is een heel lang story, maar we gaan het verkorten vandaag. Mm-hmm. Het is zo gegaan dat een vriendin van mijn vrouw haar belde om eigenlijk te zingen in de kerk. Mm-hmm. Omdat zij een mooie stem heeft. En ze weten dat ze eigenlijk een worshipper is. Dus dan hebben ze haar gebeld om haar te vragen om te zingen bij een conferentie. Ze wou niet. Een beetje gedrukt. En gezegd van nee, doe het voor de Heer. Komt goed. Ik heb haar gebracht naar alle oefeningen en dat soort dingen. Yeah. En toen is het gebeurd. En toen zijn we ook nooit meer naar de kerk gegaan. Dus dat was het. Ja. En op een dagje belde haar vrienden, diezelfde vrienden, haar dat ze een bijbelstudiegroep hebben en zo, als ze meedoen. Oké, zij was enthousiast, ze is direct begonnen, ze deed mee met hun, ze volgde en al dat soort dingen. En op een gegeven moment, ja, ik zat te gamen in de woonkamer, dus ik hoor alles wat er gebeurt en zo. Maar dat was ook het moment dat we eigenlijk heel veel vragen hadden voor onszelf. En volgens mij de tweede of de derde bijbelstudie of zo, heeft God gezegd, oké, vandaag is de dag dat ik jullie vragen ga beantwoorden. Mm-hmm. Dus op het eind van die bijbelstudie stelde mijn vrouw... Wacht. Toen ik de bijbelstudie volgde, dat was volgens mij die derde bijbelstudie, ik weet niet meer. Yeah. Was je aan het gamen? Ik was altijd aan het gamen. Altijd. En toen was er een profeet in die bijbelstudie. Yeah. En jij en ik hadden over iets gesproken die ochtend. Yeah. Een antwoord dat ik wilde hebben van de Heer. Mm-hmm. En toen zei hij het in die bijbelstudie. Yeah. Toen ben je erbij gekomen. Toen ben ik erbij gekomen, stelde op een gegeven moment vragen. Waarom mensen van de kerk zo zijn, dit en dat. Alles dat ons oog opvatte en eigenlijk niet goed was of niet goed zat bij ons, hebben wij gevraagd. En we hebben antwoorden gekregen. De Heer liet ons ook met bijbelversen zien. En dat is de avond dat wij ons leven hebben gegeven aan Christus hier in deze woonkamer. En vanaf dat moment, de eerstvolgende zondag, zijn we direct naar kerk gegaan. Ja, maar... En op een gegeven moment hebben we besloten om daar te blijven. Dat was onze eerste kerk waar wij naartoe zijn geweest. Ja. Ja, toch? Zijn de challenges als jonge christenen? De challenges? Ja. Voor mij is het woord lezen. Is dat een challenge? Ja. Ja, toch? Is consistent het woord lezen. Ja. Ik hou van worshipen. Ik hou van predikingen bekijken. Ik hou van YouTubers die christenen zijn. Weet je? Maar als het moment dat het komt op het woord lezen, ik kan zo snel in slaap vallen. Het is echt een spirit. Want ik hou wel ervan om er naar te luisteren. Ja. Like, als iemand het uitlegt. En als ik bijbelstudie volg, ik ben er helemaal in. Maar het moment dat ik de bijbel zelf moet gaan bestuderen. I'm confused sometimes. Maar prijs God, de afgelopen tijd word ik er steeds beter en beter in. Ja. Oefening baart keuzel. Ja. En ik druk mezelf ook echt van, oké, dit is het tijd. Tenminste 1 uurtje of tenminste een half uurtje ga je nu de Bijbel lezen. Dus soms moet je jezelf ook challengen om hetgeen waarin je zwak bent, om dat op te pakken, toch? Ja, en je zegt ook de mate waarin je hem zoekt, dat is de mate dat hij zich zal openstellen, dat hij je zal laten zien, dingen zal laten weten. En ik heb soms het gevoel alsof ik soms nog te weinig doe. Ik kan nog heel veel meer doen. Ik heb nog heel veel potentie. En daar lezen en je mediteren. Mm-hmm. Lezen is je leest het om het te begrijpen. Maar mediteren is je herhaalt 1 ding herhaaldelijk constant. Totdat het je eigen is geworden. En beide zijn powerful. En beide hebben wij nodig, vooral bij de Bijbel. Mm-hmm. En zo, soms lijkt het alsof je... De een meer doet dan de ander.
Of soms lijkt het alsof je wel gelezen hebt, maar je begrijpt het niet. Mm. Of wat dan ook. En daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. Die jou de juiste interpretatie en de juiste wijsheden gaat geven. Mm-hmm. Maar ik voel alsof ik nog meer kan doen voor de Heer. Laat me dat zo zeggen. Hebben jullie een verschil in een relatie opgemerkt nu jullie getrouwd zijn? Ik zie wel verschillen. We gaan, hoe moet ik het zeggen, beter met elkaar om. We leren ook begrip te tonen. Ja. Het is soms moeilijk, maar we leren water bij de wijn toe te voegen. Mm. Omdat het, hoe moet ik het zeggen, het is de ene hand was de ander. Ja. Je kan niet steeds verwachten dat je maar alleen maar begrepen wordt, maar je probeert niet te begrijpen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat we dit soort dingen ook voor onszelf gaan uitoefenen, vooral in onze relatie. Mm-hmm. Leren luisteren, weten wanneer te spreken, weten wanneer iemand een schouderklopje nodig heeft, weten wanneer iemand eigenlijk jouw steun nodig heeft. Yeah. Het is heel belangrijk. En bij jou? Ja, zeker. Het is ook anders. Het is niet zo van je bent geen vriend en vriendin meer. Dus je gaat ook extra hard je best doen voor de ja, toch? Nog harder. Ja, nog harder. En ja, de liefde die gaat groeien, de eenheid die gaat groeien. Ja. Jullie zijn echt een team. Ja. En wat ik ook heb geleerd is, maakt niet uit wat er gebeurt. Als jullie weten dat de Heer jullie nummer 1 is, mm-hmm. zal Hij zeker zorgen dat wij elkaars nummer 2 zijn. Omdat we met onze zorgen bij Hem komen. En Hij heeft ons bij elkaar gezet en Hij heeft ons één laten vormen. En dit is wat Hij eigenlijk wil. Je gaat makkelijker sorry zeggen. Ja. Maar het is ook in het geloof dat je het leert. Hè? Ja. Want als je leert dat Christus één en al liefde is. Mm-hmm. En Christus zit in mijn partner. Mm-hmm. Christus zit in mij. Yeah. Dan ga je ook leren van, de manier hoe ik heb gesproken, ik zou niet zo met Christus kunnen praten. Precies. Of de manier hoe ik me heb gedragen daarnet. I have to show love to Christ. Because Hij is in iedereen. Dus ik moet jou ook op die manier behandelen. Yeah. Soms, ik kan lassies streven even in haar geestelijke. Mm-hmm. Maar wanneer je weer met je Bijbel aan tafel zit, dan ga je weer jezelf herpakken en op de positie laten komen dat je eigenlijk moet staan. Jij als man als hoofd van het gezin, je vrouw als vrouw van het gezin, jullie gaan weer je positie pakken en dan op de juiste plek eigenlijk instaan. Ja. Hoe was het voor het huwelijk met die Christian standaarden? Je zet je mond zo. Ik ben vergeten hoe het was. Eigenlijk, ik denk dat deze persoon bedoelt van toen we nog niet getrouwd waren, maar al tot bekering waren gekomen. Net te kijken van, waar sta je? Ja. Waar sta je? Vooral voordat we het huwelijk instapten, toen waren we like, of ja, ik. Oké. Okay. Ik had mijn periode van, ja, je mag geen seks voor het huwelijk, dit en dat. Ja. Terwijl we al je moet het goed zeggen, maar, luister. 4 jaren samen waren. Ja, maar je moet ook goed vertellen. Ik kom met dus mevrouwtje komt, zeg maar, ik ben celibatie of niet. Ik zeg, wat is celibatie? Ik wil mij begint ze met de hele preek zo lang uit te leggen dat het is zo bababababababab. Maar die preek kon ik al begrijpen waar ze naartoe wil gaan. Dus ik vroeg dan van, oké, je bent celibatie. Oké, is goed. Ja, het was echt een struggle. Het was really a struggle. Ja. Maar gelukkig heeft het niet lang geduurd. Dan is we getrouwd. Ja. Dus, Dat mag je gewoon doen, bedoel je. En dat was. Ah ja, mag me niet weigeren. Mm. Ja. Ja, dames. De vrouwen die willen trouwen. De vrouwen, ik praat niet met de meisjes. Ik praat niet met meisjes. Alleen de vrouwen. De vrouwen. De vrouwen. Alleen ouderen trouwen. Biggie's mij trouw zo, apostel. Zeg geen kleine kinderen. De vrouwen die willen trouwen. Denk eraan, je mag je man niet weigeren. En de mannen ook, hè? Ze mogen hun vrouw niet weigeren. Wanneer weigeren mannen? Okay. Willen jullie kids en hoeveel? Moet ik beantwoorden of ga jij beantwoorden? Die maar. Natuurlijk willen we kids. En hoeveel willen we? God ons wel geven. Ja, maar onze limiet is max, mag meer, maar oh my goodness, een hele te huis voetbalteam. Ik ben blij. FCCO. Voetbalclub. Wauw. Nou,
dat is een hele mooie vraag. Oh, dat is echt een mooie vraag. Ik kan zoveel doen. Wow, ik ga ze ook niet allemaal uitlichten hier, maar we willen wel heel veel doen. Ja. We willen heel veel gaan, zielen winnen voor de Heer. Nog meer, laat maar dat zeggen. We willen radicaal zijn. Ja, en één zijn met Hem. Tuurlijk, zodat we in zijn bediening kunnen wandelen, zijn purpose. Dat is vooral belangrijk. Zodat je eigenlijk kan doen wat Hij wil, dat je zijn wil aan het uitvoeren bent en niet je eigen wil. Want heel veel mensen verwarren die dingen een beetje en ze doen wat ze willen en zeggen dat God heeft gezegd dat ze dat moeten doen. Begrijp je? Dus daarom is het heel belangrijk om in eenheid met hem zijn, in alignment. En wat wij willen gaan doen is heel veel. We hebben grote ideeën, grote plannen. For you guys, okay? En de Heer gaat het regelen. Ja. Als je vragen hebt over het geloof, over de gospel, over de Bijbel, als je iets niet begrijpt, wees vrij, stuur ons een bericht. Als je twijfelt om in het geloof te stappen, je kijkt naar vrienden of naar familie die in de wereld zijn, je weet niet hoe je het moet doen, stuur ons gerust een bericht. Ja? We zijn hier voor jullie. Hoe gaan jullie om met strijd binnen het huwelijk? Autoriteit uitoefenen die je hebt gekregen. Yes. Je hebt een bepaalde erfenis gekregen. Yeah. En daarom moeten wij christenen gaan weten wat in onze package zit. Wat we hebben gekregen. En wanneer je weet wat je hebt gekregen, dan ga je nu weten hoe te wandelen. Weten wat te zeggen. En ik zeg niet dat we het alleen kunnen. We walk by faith and not by sight. Hoe gaan we om met strijd? We bidden, we proclameren en we vasten. Zo gaan we om met strijd. Ja, we oefenen gezag uit. En we oefenen gezag uit. Amen. Advies hebben jullie voor jonge koppels die ook willen trouwen? Een advies die we hebben is, maakt niet uit wat je doet, bouw op met iemand en heb geduld. En door op te bouwen, vallen opstaan, leer je degene beter kennen. Yeah. Leer je ook de zwakke en de sterke punten van degene. Okay. Zo kan je ook weten van, waar moet ik degene aanvullen? Waar vult degene mij aan? Het is heel belangrijk dat we vooral op dat soort dingen gaan letten. Omdat wanneer jij in haastige dingen gaat, wanneer jij denkt van, ik hoef niet meer op te bouwen. Dan zet je jezelf in een positie waarbij je, je zet jezelf in een positie waarbij je eigenlijk, ik zou niet zeggen je kent degene niet, maar eigenlijk je kent degene niet. Yeah. Maar door vallen opstaan, door, dingen met elkaar mee te maken, dan ga je ook wel zien hoe degene denkt. Ga je ook wel weten van, ik weet iets, maar ride or die, want ik heb situaties met mijn vrouw meegemaakt waarbij ik niet weet als iemand anders dat met mij zou meemaken. Of nog steeds naast mij zou staan, of mij zou steunen. Begrijp je? Dus daarom is het heel belangrijk. Ga niet denken van, alles moet financieel zijn of wat dan ook. Want financieel kan je niet altijd helpen. Soms heb je emotionele steun nodig. Soms heb je, een steun in de rug nodig. Wat we ook zouden kunnen geven is counseling. Dat is belangrijk. Counseling. Zoals mijn man ook zei, leer elkaar kennen. Niet alles gaat van een leien dakje. Niemand is perfect. Nee, precies. Maakt niet uit wie je gaat tegenkomen. Degene gaat altijd iets hebben. Ja. Maar als je weet van dit is mijn persoon. Met wie ik wil opbouwen. Met wie ik een toekomst zie. Ja. Ga je er gewoon ervoor. En ja, een huwelijk is iets moois. Because it is the covenant of Christ. En geloof me, als je jong bent en je bent in Christ, is de beste keuze die je kan maken. Ja. Want anders ga je zomaar zoveel paden inslaan. Of ja, zoveel andere wegen bewandelen. Met heel veel consequenties. Ja, uiteindelijk kom je bij je paden terecht en dan denk je van, waarom heb ik mijn tijd verspild? Ja. Snap je? Maar oké, het waren allemaal leermomenten. Maar ja, ons advies is, wees niet bang. Het is een mooie stap. Het kan een beetje angstaanjagend zijn, maar ook met de Heer ga je er doorheen geraken. Ja, zeker weten. Hoe wist je zeker dat de ander degene is wie de Heer voor jou gekozen heeft? Hoe wist jij? Een dag lag ik op het bed en de Heer zei tegen me van, dit is de man met wie je gaat trouwen. En girl, I cried. I was like, no, nee God,
Maar toen, ja, was, maar nee. Toen was het ook de tijd dat we niet tegen elkaar hadden. Ja, en hij was echt een hoofdpijn. Voor deze story. Ja, die dat story for another time. Story, ja, for another time. Ja, story for another time. Want mensen, jullie moeten het aanpakken. What for story for another time? That's a story for another time. Because interviewen is een lange story. Dat soort stories willen horen. In ieder geval. En ik was like, vader, hoezo? Deze jongen is een playboy. Like. Je bent het nu benoemen. Ja, je bent het niet meer. Het is mijn oude leven. Dat ik zou je net antwoord geven. Mm-hmm. All things has passed away. Yeah. I has become new. Mm-hmm, mm-hmm. Amen. Ja, en ik was like, nee vader, dat gaat echt niet. Dat gaat echt niet lukken. Maar by the grace of God, heeft ons keer op keer weer laten zien dat we bij elkaar horen. En bij mij, ja, ze zelf bewezen through situations. Ze heeft zelf bewezen dat ze, ik wil niet zeggen een rider. Dus al die tijd bij de tapatesronde. Ja, je moet eerst. Was auditie aan het doen. Precies. Ja. Een vriend van me zou zeggen, je moet eerst stage lopen. wanneer je komt. Je kan niet direct komen en zeggen van, I'm recruited. Nee, je moet eerst stage lopen en dan word je aangenomen. Ik ben aangenomen geworden door de situatie die we hebben meegemaakt. Die heeft me laten zien van, nee. Ze meent het echt met je. Ze wil echt voor je gaan. En ja, we hebben elkaar dan de kans gegeven. So guys, dat was het weer voor deze video. We hopen dat jullie hebben genoten. We hebben jullie vragen zo transparant mogelijk beantwoord. Mm-hmm. En? Ja, als je het leuk vond, vergeet niet te liken. Laat zeker een comment achter en share het met je vrienden, familie. Als je geen wifi hebt, zoek wifi. Yes. Be blessed. And don't stress. Bye. Love you guys.